Oké, okay. okay. okay, dat was het enige echte fladderlied, lieve luisteraars. Jullie luisteren natuurlijk naar Fladder FM, de leukste fladderen zender uit de regio. Zeg, Rampenstam, volgens mij is het tijd om wat nieuws bekend te gaan maken. Ja, want zoals jullie wel weten bestaat deze zomer Fladder FM... Tien jaar en dat is reden voor een feest, toch? Tien jaar, dat is zeker reden voor een feest. En wat hebben we een leuke plan, herenbestand? Wat gaan we doen? Ja, nou, uh, vertel het maar, Harry. Uh, uh, nou, uh, wat we sowieso gaan doen is we gaan uh, niet uitzenden vanuit de studio hier. We gaan drie dagen, aan het einde van de zomervakantie, gaan we drie dagen radio maken van een locatie de heuvel in Houten. En dan gaan we niet zomaar uh, ja. een uitzending houden. Want wat gaan we doen? Ja, we gaan dus een uh, marathon uitzending we doen. Gaan een ja. ma een marathonuitzending, lieve luisteraars. We gaan proberen om het wereldrecord non-stop muziek te draaien te verbreken. Dat betekent dat we drie dagen lang alleen maar leuke muziek gaan draaien. Ja, poeh. God, drie dagen lang. Ja, dat is heel veel. Maar daar kunnen we vast wel hulp bij gebruiken. Daar of niet? kunnen we zeker hulp bij gebruiken. Dus als jullie uh, luisteren, lieve luisteraars, alle kinderen uit hout uit groep 65 zijn van harte welkom om met ons mee te komen feesten. Ja. Nou, ja, natuurlijk, uh, groot gelijk heb je ze toch. Uh. Ja. Ja. Ja, nee, dan gaan we gauw ja. verder, want, wa ja. want we hebben nog meer. Want we hebben niet alleen drie dagen uh, muziek maken en muziek draaien. Onze studiobaas, baas C. Ja, baas C. Die ja. is al een paar maanden bezig met de voorbereiding van dit feest natuurlijk. En die heeft geregeld dat Lady Gogo en de Geelbillies komen. Nee, echt? Lady Gogo en de Gilbillies. Show. Lady Gogo en de Geelbillies. Ze zijn een paar jaar geleden met ruzie uit elkaar gegaan. Maar ik begrijp dat, ze, uh, dat onze studiobaas, baas C, dat die een contract heeft weten te regelen. Dat ze toch bij ons komen spelen aan het einde van onze drie. Dagen van onze drie daagse marathon. Zo, dat is wel tof, hè? Echt. Maar ja, wie kent ze nog? Niemand, toch? Nee, maar ik denk dat na drie vlatte dagen dat iedereen in houten weer weet wie Lady Gogo ja. -Go en de nee, Gilbert okay, zijn. Oké, je hebt helemaal gelijk, helemaal gelijk. Ja, natuurlijk. Ja, en weet je kinderen, als je luistert, um, we, ze, ze moeten natuurlijk weten wanneer en waar precies het is. het is op 19 en 11 augustus in houten, vlatte locatie De Heuvel. En dat is uh, op het manifestatierijn in de wijk de kampen, naast de kinderboerderij. Zo. En uh, waar kunnen ze de kaartjes krijgen, eigenlijk? De, kaart, de, ka de kaarten zijn natuurlijk weer beschikbaar via de uh, bekende kanalen, namelijk de Vlaade-inschrijving. De vladde inschrijving, als je hulpouder bent of als je papa of mama hulpouder wil zijn, dan kunnen ze zich al inschrijven op 30 mei. En voor alle andere mensen is de inschrijving op 6 juni. Maar Rampstamp, ik denk dat als ze de laatste informatie willen, dat ze het best even kunnen kijken in de Vladdenkrant of op vladden.nl. Nou, ik heb er in ieder geval al super veel zin in. Ik hey, ook. Uh, ik heb hier nog een fantastisch plaatje om het feest alvast mee te beginnen. Hier is de Superman. Yeah!